Yo, ik ben Marvin. Yo, ik ben Emery. Hey yo, ik ben Danny. Welkom bij een nieuwe aflevering van Exploring TV. Vandaag gaan we naar een verlaten huis. Nee, grapje. We gaan gewoon naar een verlaten fabriek. Een fabriek? Ja. We gaan daar lekker naar binnen naar de fabriek. Maar zoals je ziet is er al een fucking hoge toren hier. Er zit ook een trappetje langs. Dus wie weet ja. Gaan we nog even inklimmen. Gaan we klimmen? Nou misschien, ja, misschien. Ik heb net al gehoord dat we de meesten het hier niet durven. Dus wie weet voor veel, maar dan ook veel likes. En dan zullen we het eventjes zetten op 10.000 likes. 10.000 likes zetten we het op. Misschien onhaalbaar, denken jullie? Maar het is niet onhaalbaar, want wij klimmen gewoon hier die toren helemaal omhoog. Ik zit wel een beetje in mijn broek te poepen als ik dit zeg. Maakt niet uit, we gaan het gewoon checken. Nou, niet zoveel zeven en let's go! Hier staat dus de grote toren waar we het over hadden bij de intro. Je weet het, 10.000 likes voordat we hier helemaal naar boven gaan klimmen. Ja, eigenlijk durf ik het niet, maar dan moet ik het toch doen als we 10.000 likes hebben. Hoe gaan we dat doen? Weet ik niet, zien we dan wel. Maar hij is in ieder geval tering hoog. Dus in de grote, maar dan ook grote fabriek. En hier zijn de trappen waar je omhoog kan. Danny gaat er al gewoon stiekem omhoog. Wij gaan dus helemaal tot het topje. Jullie dat laten zien. We zitten helemaal boven. Maar ik heb gewoon eigenlijk nog nooit last van fucking hoogtevrees. Ja, ik maar ook nu, niet. Maar nu zeg ik jou heel eerlijk, ik knijp hem. Ik kijk hier naar beneden en ik kreeg er gewoon schrik van. Ik zweer het. Ik heb ook niet gauw normaal. Schrik. Kijk naar beneden, alsjeblieft. We zitten dus ongeveer op de hoogte van de helft van de toren. Dus je kunt je eigen voorstellen hoe fucking hoog dat ding is. We staan nu dus bovenop de fabriek. We gaan nu eventjes naar beneden lopen. Weer door de enge stuk. En dan gaan we kijken of we bij de controlepost kunnen komen. Want hier zit een controlepost met superveel apparatuur. Dat moet ik ook zien. Thank you.
Ik ben eigenlijk meer van de auto's, maar zo'n graafmachine is toch ook wel vet. Check zijn groot blokken. Nou, we zijn dus bij de controlepost gekomen. En wie gaat er als eerst? Natuurlijk Marvin. Die gaat als eerst klimmen. Dus klim maar Marvin. Succes! Ik ben wel moe, maar we gaan gewoon naar boven toe klimmen. Hè? Dit was het weer, een nieuwe aflevering van Exploring TV. We hebben hier geprobeerd om naar boven toe te klimmen. Het is helaas niet gelukt. Dat is eigenlijk een beetje te gevaarlijk. Ja. Misschien tot we wel een keer terug kunnen gaan en tot we een schuifladder mee kunnen nemen. En toch de controlekamer kunnen gaan bekijken. Want hoe we hier aan het stunten waren, was op zich best wel gevaarlijk. Maar Marvin heeft wel van alles geprobeerd. En ik vind dat je toch wel een duimpje daarvoor omhoog moet. En, zeker. Zeker, ja. Nou, in ieder geval, we zijn dus helemaal tot het topje van het gebouw geklommen. Dat wel, is helemaal gelukt. Super vet, wel eng. Hier jammer genoeg niet omhoog kunnen klimmen. Want ja, het is gewoon... Ja, niet haalbaar. Niet haalbaar, het is gewoon zo close. Eerst een hek, dan heb je een stuk elastiek touwachtig waar eigenlijk al kapot is. En dan moet je eigenlijk daar tussen wringen aan. Hup, omhoog. Ja, normaal zijn we acrobaten, maar dit ging wel echt heel ver. Maar mensen, willen jullie dat we hier ooit terug gaan? En zeggen jullie van, die controlekamer willen we echt zien. Like dan gewoon de video. Laat gewoon weten bij de comments. En vergeet die abonneerbutton niet keihard te hitten. Dat want, rode blokje hieronder. Rode blokje, helemaal gratis. En dan zien we jullie later, jongens. Ciao! Ciao.